Mijn naam is Lodewijk de Leu en je luistert naar een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Er bestaan weinig mooiere dingen dan een pasgeboren veulen. En de verleiding is dan groot het veulen te vertroetelen en het als een huisdier te behandelen. Dat is volgens Lieselotte Greef niet de goede aanpak. Je moet een paard vooral paard laten en zorgen dat jij de baas blijft. Ik ben Lieselotte Greef. Ik ben de vierde generatie van familie De Greef die zich bezighoudt met het fokken van trekpaarden. Wat is er eigenlijk belangrijk als je een veulentje wilt grootbrengen, is dat je ermee start vanaf dag 1. Vanaf dag 1 is het eigenlijk belangrijk dat je ervoor zorgt dat het mensen gewoon wordt, dat je het in de hand brengt, zoals wij het noemen. Vanaf dag 1 doen wij daarom ook direct een klein halstertje aan, zodat ze al direct aan het halster wennen. Het is van belang dat het een zeer stevig halster is voor als we het later gaan vastzetten, dat het niet breekt. Want als van het moment dat het breekt eigenlijk, ja, dan weten ze dat zij de sterkste zijn. Dus het moet wel een heel sterk halster zijn dat je nodig hebt. We gaan dan ook starten met het overal te aaien. Zorgen dat het gewoon wordt, dat het overal geaaid wordt. Dat het de beentjes geeft, de voetjes, voor als later de hoefsmid komt. Dat het allemaal zonder stress kan gebeuren en dat het veulen eigenlijk gewoon is. Het is zo dat we eigenlijk dagelijks met een veulen toch wel bezig zijn. Het is niet zomaar het op de wei zetten dat het iets leert. We gaan altijd een merrie dagelijks een keer naar stal halen, zodat we ook met het veulen kunnen bezig zijn. Dat het gewoon wordt van mensen en dat het altijd stressvrij kan gebeuren. Want het veulen merkt ook dat de merrie, de moeder, geen schrik heeft. Dus dan gaat het geneigd zijn om de moeder sneller te volgen. Daarmee dat we ook eigenlijk ons veulens altijd meenemen direct naar prijskampen, waar dat de merries ook naartoe gaan, zodat de veulens daar ook ervaring op doen. Vanaf week 2 gaan ze ongeveer mee bij ons. Het is dan ook heel makkelijk om hen op de remorque te krijgen, want als stel nu een veulen van een jaar, dat krijg je niet zo snel op een remorque, want ja, het is allemaal nieuw. Maar een veulentje van 2 weken oud, die gaat snel de moeder volgen. En je kan dan een beetje duwen en een veulentje van 2 weken duw je er nog makkelijker op dan een veulen van 1 jaar. Ze leren heel veel bij eigenlijk op prijskampen. Van geluid, mensen, waardoor dat het eigenlijk het verdere proces van de opleiding veel makkelijker kan gaan als je later wilt aangespannen rijden. Zijn ze toch al de mensen gewoon, andere indrukken, vlaggen, ballonnen, wat dat het allemaal veel makkelijker maakt in de verdere opleiding van een veulen. En dan ja, een half uurtje per dag dat we toch ermee bezig zijn. De extra verzorging van een veulen voor het ja, gewoon te maken aan de mensen eigenlijk. Een half uurtje per dag is wel voldoende. Het is ook niet de bedoeling dat je te lang bezig bent met je veulen, want ja, ze moeten natuurlijk nog altijd paardeninstinct hebben. Ze moeten nog wel een beetje ja, schrik hebben van een mens. Want als je een veulen te hard verwendt eigenlijk, is dat ook niet goed. Want het is zo dat dan het vluchtinstinct verdwijnt en als je er dan achteraf later mee gaat rijden, dan zal die geen goede stap niet meer hebben of dan zal die niet zo hard naar u luisteren. Want het zijn paarden die uiteindelijk uitgroeien met heel veel gewicht, waardoor dat je er toch moet voor zorgen dat jij baas blijft. Dus ze moeten toch wel een beetje schrik blijven van u, maar ja, op een bepaalde mate dat je er toch mee kunt werken. Het halster leren wij al direct van dag 1, zodat ze dat kennen. De eerste dagen laten we dat ook altijd aan in de weide, zodat we dat niet in de weide moeten aandoen, maar alleen maar in het stal. En wat dat vooral een hele goede tip is als je een veulen wilt benaderen in de wei, is je klein maken. Je op je hukje gaan zitten of zo, dan gaan ze zeer nieuwsgierig worden en gaan ze uiteindelijk zelf komen. Geen brutse bewegingen maken, maar voorzichtiger naartoe stappen, een beetje kleiner maken. En dan komen ze vanzelf wel af uit nieuwsgierigheid eigenlijk. Het grootste plezier om een veulen te zien opgroeien is eigenlijk ja, het zien volwassen worden. Het naar je hand kunnen zetten, het zien uitgroeien tot een mooie merrie of hengst. Wetende dat je de beste verzorging kan geven aan een veulen zoals jij dat wilt.
En dat het uiteindelijk ja, een mooi paard kan worden. Dat je van kleins af aan gekend hebt eigenlijk. Dat is wel het mooiste dat er is.